Hallo, hallo manifestation junkies. Super leuk dat je weer luistert. Het is maandag en as always probeer ik op maandag en op donderdag een nieuwe podcast online te zetten. Vandaag ook weer en we gaan vandaag nog een keer, maar dan op een iets andere manier. Uh, weer deep dive in money mindset en het, het, het sterker maken van het gevoel rondom overvloed zodat geld aantrekken makkelijker wordt. Maar voordat we daarop ingaan, want ik heb weer een vraag gekregen, namelijk via Instagram, die ik ga, be die ik ga uh, beantwoorden. Uh, wil ik eventjes iets delen? En dat is dat ik echt bizar veel, en het is niet overdreven, echt bizar veel positieve reacties krijg van de deelnemers van Weight Loss Mastery. Dus op die online training. Verschillende mensen hebben gezegd: Dit is echt de beste training die ik ooit heb gevolgd. En ik heb van één iemand horen gekregen: Kim, je moet het echt op veel grotere schaal gaan doen. En het is niet zo dat ik dit niet had verwacht. Dat klinkt zo arrogant, zo bedoel ik het niet. Maar het is, het is op zo'n grote schaal, zoveel, dat het me een beetje overvalt, denk ik. Dat dat ik dan denk van, oké, okay, ja, hij is volgens mij echt heel goed. En daarna denk ik ook meteen, dat zei ik ook tegen en ik zeg, als je dit al goed vindt... want dat ging namelijk vooral over de lessen uh, Mindset en Love Attraction... ik zeg, als je dit al goed vindt... wat denk je dat je dan gaat vinden van de, de volgende training... Love Attraction Mastery en daarna Money Mindset... Uh, die, ik, uh, die ik live wil gaan zetten. Ja, zegt, ik kan niet wachten... dat was wel een gesprek ik met één iemand heb... die echt zo lovend was... Dus daar wil ik ook, dat, dat maakt ook, dat moet ik erbij zeggen. Het maakt dat ik met veel en veel en nog veel meer plezier elke week uh, die trainingen zit te maken. Want ik heb hem gelanceerd terwijl ik alleen week 1 af had. En uh, nu ben ik elke week gewoon uh, de lessen nog aan het maken, de video's aan het maken. En het werkmateriaal aan het maken, de affirmatie aan het maken. En alles wat erbij hoort. En het loopt perfect op schema. Het gaat supergoed. Elke week is er ook een QA. Daar kon ik mega veel vragen en een enorme interactie. Het is ook echt bizar hoe hoe interactief die groep is. Ik heb er namelijk een Facebookgroep aan gekoppeld... en daar hoef je niet aan deel te nemen, maar het mag wel. Nou, iedereen doet dat dus. En het is echt gewoon serieus bizar hoeveel interactie daarin is. En hoe ze elkaar helpen, hoe ze alles delen, hoe open dat iedereen is. Ik waardeer dit zo enorm. En dat maakt natuurlijk, dat kun je je voorstellen als coach... dat je nog meer zin hebt om door te pakken... en nog meer en betere content te creëren. Dus ik, euh, ik ga streven, en ik, ik zeg even niet... Ik, ga, ik zeg, ik ga streven, dat zeg ik even bewust. Um, naar um, 2 december, dat is een maandag, om 2 december de volgende online training Love Attraction Mastery live te gaan zetten te lanceren. Dat is mijn doel. En uh, dat zal ik waarschijnlijk weer doen met alleen week 1 en 2 die klaar zijn. Uh, waarbij ik dus in uh, december en januari volle bak nog ga knallen met jullie samen. Uh, om elke week te zorgen dat de allerbeste content uh, live komt. Maar als ik zie hoe goed dit gaat nu met, <laughs> met, die, met die training van Weight Mastery. En, en hoe, ja, hoe enorm de diepte we ingaan. Dan denk ik echt, oh my god. Dat heb ik al vaker gezegd, maar ik had het echt veel eerder moeten doen. Ik heb daar zo'n zin in. En het, ja, het, 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 het kan gewoon alleen maar beter worden. Dus Law of Attraction Mastery is trouwens niet enkel voor de mensen die, willen, hè, die dit doen op het gebied van gewichtsverlies en energie. Want dat zijn de mensen die zich hebben ingeschreven voor Weight loss Mastery, gezondheid, gewichtsverlies en het verhogen van het energieniveau. Uh, Law of Attraction Mastery wordt echt, dit wordt echt eentje voor iedereen, ondernemers, niet ondernemers, die echt een master wil worden in het bewust toepassen van de Law of Attraction in je voordeel. En dan heb ik het vooral over praktisch ook. Dus op het moment dat je echt voelt van ja, ik geloof daarin... en ik wil daar alles over leren op een praktische manier, ik krijg van heel veel mensen namelijk terug, Kim, ik vind het heel fijn hoe jij het teacht, want ik, ik lees bijvoorbeeld dingen van Abraham Hicks en ik luister die dingen op YouTube, maar heel veel dingen zijn voor mij niet tastbaar en ik vind het super fijn hoe jij de of attraction teacht, want daardoor kan ik het in de praktijk toepassen. Nou, dat vind ik heel mooi dat ik dat terugkrijg, want dat hoop ik en probeer ik ook echt te doen. En vandaar ook dat ik vaart wil zetten achter het lanceren van de, de tweede training. Er uh, komt nog in november Bali tussendoor, dus uh, eerder gaat het gewoon ook echt niet. Dus ik ga streven naar maandag 2 december A Love Attraction Mastery te lanceren. En dan wil ik je bij deze uitnodigen, want ik ga dat doen. Namelijk, uh, voor degenen die zich hebben ingeschreven op de wachtlijst, op de website www.kimmennecom.nl. Daar ga jij zien onder het kopje coaching, ga je online trainingen zien. Daar kun je je ook inschrijven om op de hoogte te worden gehouden als eerste. En uh, ik ga, dat heb ik met Wetlands Mastery ook gedaan. Ik ga aan die lijst gewoon als eerste, als ik hem de eerste keer lanceer, gewoon een dikke korting aanbieden. Dat wil ik altijd als ik iets de eerste keer doe, dan wil ik dat daar, dat daar iets tegenover staat. Ook om een soort van feestje te vieren, maar ook om je hè, enorm tegenmoet te komen op het moment dat je dus vanaf moment 1 ja zegt um, tegen mij en tegen de online training, dan uh, staat daar iets heel vets tegenover. Dus als je nog niet hebt ingeschreven, doe dat alsjeblieft. En wie weet, wij er wel bij op 2 december. En nogmaals, ik zeg het, het is mijn want ik heb tegen de mensen die ik gevraagd heb, ik heb heel veel vragen, ik wanneer gaat die training live? Heb ik gezegd of uh, 1 december of uh, 1 januari. Ik zag dat 1 december een zondag is, dus dan wordt het 2 december. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik, uh, dat ik echt wil streven naar 2 december. En over het algemeen, als ik iets wil, dan lukt dat ook. Dan moet het heel gek lopen, wil het niet lukken. Dus vandaar dat ik ook zeg: als je erbij wil zijn, bij deze heb je een datum. En uh, weet je ook nog als je, je nog niet hebt ingeschreven, dat je dat nog kunt doen. All right. Dan gaan we nu over naar de vraag die ik heb gekregen. En die ging dus over money, mindset en het voelen. Het uh, was een hele mooie. Ik heb hem gekregen van een man. Of ja, een hele mooie. Het is, het is denk ik ook een typische. <laughs> nou, die ga ik misschien wel... <laughs> dat is een vooroordeel wat ik nu, <laughs> wat ik nu ga benoemen. Maar... Of wat ik nu ga beschrijven. Maar de manier waarop het geschreven is, is misschien ook wel typisch een man. Uh, dat was namelijk op basis van een filmpje wat ik op Instagram heb geplaatst. Uh, van Abram Hicks, of een audioclip. Uh, die ging over, uh, als jij een tekort ervaart in geld... dan is dat een gevolg... Van hoe jij je hebt gevoeld. Er komt altijd namelijk eerst een vibratie en dan een manifestatie. En veel mensen denken. Ik voel me slecht of ik voel een tekort. omdat ik een tekort ervaar. En het is precies andersom. Een beetje de kip- en het ei-verhaal. Je ervaart een tekort omdat je eerst een tekort hebt gevoeld. Wat daar dan ook de oorzaak van is, daar gaat het niet om. Dat boeit niet. Ik wil ook niet dat je daarna gaat graven, want dat gaat je niks opleveren. Dus die man. Stuurde mij op als reactie daarop. Dus ik had dat gepost, ik had mijn uitleg erbij gezet. Uh, de, met als tekst stuurde ik nog je huidige vibratie matcht niet met die vibratie van je verlangen. En dus kan meer geld niet naar je toestromen. Dus hij schrijft: Oké, okay, ik snap hem. Hoe zet ik hem dan? Hoe zet ik dan? Het klopt, de zin klopt niet helemaal. Hoe zet ik dan mijn gevoel om? Dat er wel meer geld stroomt in mijn leven. Ik kan het voelen, ik heb vertrouwen en ben dankbaar. Heb je enige tips? Please help. Oké, okay. om het praktisch te maken wil ik iets delen met je wat voor mij al in beginjaren van mijn ondernemerschap enorm heeft geholpen op het gebied van money mindset. Het is namelijk zo, en misschien denk je nu, ja, Kim, dat heb je al duizend keer verteld. Nou, sorry dan, als, je, als ik het dan nog een keer vertel, maar ik weet dat er mensen zijn die vandaag pas voor de eerste keer luisteren. Het is namelijk zo dat toen ik als ondernemer begon, ik echt 0,0 had. Het laatste geld wat ik had, heb ik geïnvesteerd in een weegschaal. Ik ben gestart als voedingsdeskundige in een praktijk in een gezondheidscentrum in Rumond. Ik moest elke maand huur betalen en ik wilde iets extras hebben wat mensen bij mij konden krijgen als ze naar de praktijk kwamen, uh, boven. Uh, hè, naast de, de coaching die ik aanbood, maar, maar iets wat ze um, zouden hebben, wat ze niet thuis zouden hebben. Nou, Dat was zo'n uitgebreide weegschaal. Uh, nou ja, die was behoorlijk uh, prijzig. En daarin uh, heb ik geïnvesteerd, daar ben ik ook nog steeds ontzettend blij mee. We hebben die nog steeds en die doet het ook steeds nog ontzettend goed. Maar daarna had ik helemaal niks. Ik had ook geen klanten, ik had helemaal niks. Ik ben opgegroeid vanuit, met, ja, met een mindset van tekort. Uh, daar krijgt helemaal niemand de schuld van. Het is gewoon wat het is en dat is oké. Okay. Mijn ouders zijn gescheiden en uh, nou ja, toen, een periode daarna... Heb ik jarenlang te horen gekregen, Kim, je mag blij zijn dat we überhaupt nog in dit huis kunnen wonen. En dat was ook zo, en ik verwijt ook absoluut niemand iets. Um, maar ja, dat is natuurlijk niet een bepaald een overvloed mindset. Ik weet nog dat ik altijd gek ben geweest op fruit, maar fruit is duur. Je mag maar maximaal twee stuks, want fruit is duur. En als meisje van 16, 17 had ik dat besef van geld nog niet, zoals ik dat nu heb. Dus ik vond dat allemaal maar onzin, maar dat is wel wat ik steeds te horen kreeg. Nou, zo waren er nog, nog tal van, van opmerkingen wat... Ja, op een gegeven moment wordt dat ook gewoon... Op een gegeven moment wordt dat jouw waarheid. Want je hoort iets zo vaak, dat herken je waarschijnlijk wel. Want hè, hoe vaak je iets hoort, op een gegeven moment ga je het overnemen... en dan wordt het jouw waarheid. Dus nogmaals, beginpunt van mijn, van mijn ondernemerschap, ondernemersreis, was... Niet bepaald een van de financiële overvloed. Daar komt ook nog eens bij dat ik een huurcontract heb getekend van twee jaar. terwijl ik nul inkomsten had. geen idee had hoe ik aan klanten moest komen. Dus ik was maar wat aan het doen. Ik, ik dacht echt: oh, Kim, wat heb je in godsnaam gedaan? Nou, wat ik toen ben gaan doen. en ik zeg niet dat dit de way to go is. maar ik geef je nu tips die voor mij geholpen hebben. Misschien kun je er iets mee. Wat ik toen ben gaan doen is: ik ben uh, heel erg gaan kijken naar mijn uh, uitgavenpatroon. En ik ben gaan korten waar ik kon korten. Dat had te maken met kledinguitgaven, uitgaven aan boodschappen, uitgaven aan allemaal extra's. Um, uh, huur had ik, dat moest betaald worden, maar alle extra's, en dan heb ik het over uh, sporten, lidmaatschappen, uh, tijdschriften misschien wel, abonnementen, telefoon, uh, uh, eten, kleding, echt alles. Ik ben alles onder de loep gaan nemen en gaan kijken. Oké, okay, wat is voor jou superbelangrijk? Wat wil je? Hoe kun je ervoor gaan zorgen dat jij gaat besparen op dingen? Zodat jouw spaarrekening weer gaat groeien. En ik wist van mezelf op het moment dat ik op mijn bankrekening steeds meer geld zag staan. Gaat die mindset van tekort naar overvloed? Daar geloof ik dus heel sterk in. Dat heeft bij mij ook enorm goed geholpen. En ik geloof echt dat dat voor iedereen zo werkt. Op het moment dat jij namelijk fysiek op jouw rekening steeds meer geld ziet, ga jij een steeds fijner gevoel over geld krijgen. Want iedere keer als je kijkt, is er genoeg en is er meer en is er weer meer en weer meer. En. Dan ga je het verwachten dat geld naar je toekomt. Ga je verwachten dat je steeds meer krijgt. En zo shift je je money mindset. Dit is bij mij in ieder geval enorm gebeurd. Ik ben toen echt op heel veel dingen gaan korten. Op op kleding, niet dat ik enorm veel uitgaf, maar ik ben gewoon veel bewuster inkopen gaan doen. Ik ben heel erg gaan korten op boodschappen. Ik heb heel lang, ik was toen alleen, heb ik geleefd op 15 euro boodschappen per week. En dan uh, was het gewoon geen vlees, simpel beleg. Ik had stroop op mijn brood. Gewoon, uh, uh, ik weet nog, brood van uh, 80 cent. En dan kun je misschien denken: oh, dat is echt niet lekker. Ik had het ervoor over met liefde. En ik heb, er, ik heb er niet minder om gegeten. Ik heb mezelf niet zielig gevonden. Het waren gewoon keuzes. Het waren mijn eigen regels. Waar ik naar heb geleefd. Waarvan ik wist: dit gaat mij dichter bij mijn doel brengen. Omdat het puur een mindset shift ding was. En. Heel veel dingen dus heb ik veranderd. En ik zeg dit nu een aantal dingen, omdat ik eens wil dat jij eens naar je uitgavenpatroon gaat kijken. Waar kun jij op korten? Waar je nu misschien denkt van oh ja, dat is maar 5 euro per maand, of het is maar een tientje, of het is maar 20 euro. Heel veel dingen bij elkaar, wat een beetje is, maakt heel veel uit per maand. En je kan heel veel overhouden. Ik zie om mij heen, namelijk wat mensen uitgeven aan boodschappen. En dan denk ik echt of aan uiteten of aan. En dan denk ik echt, oh man. En niet dat het een veroordeling is, maar meer van: Wow, oké. Okay. Wow, ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Daar hou je heel veel van over als je dat niet doet. En ik, ik kies er, dat heb ik nog steeds trouwens, uh, dat we heel bewust omgaan met boodschappen doen en met uit eten en zo. En als we ergens zin in hebben, dan doen we het gewoon. Maar ik, en dat heeft vriend ook heel erg. Wij hebben echt een, um, ja, we zitten heel erg op één lijn uh, met betrekking tot geld uitgeven. Dat is echt heel erg fijn. Met vakanties ook. En. Uh, ja, als je kijkt gewoon hoe wij dingen kunnen doen, die reis naar Amerika, hebben we bijvoorbeeld de helft betaald dan uh, een familielid die dat ook is geweest en die hebben dezelfde reis gedaan een jaar eerder, we hebben gewoon de helft betaald. Ik denk echt iedereen die hoort dat wij betaald voor die reis, die denkt, wat the fuck, hoe hebben jullie dat kunnen doen? Als je je best doet, kun je echt, echt op heel veel dingen besparen. Het hoeft niet, maar het kan. En wat het voor mij heeft gedaan, is dat ik uh, ruimte overhield om te investeren in mijn bedrijf. Want dat is wat ik wilde. Ik wilde groeien als ondernemer. En ik wist, daar heb ik gewoon geld voor nodig. En ik moet ook een shift maken van tekort naar overvloed. Daar zal ik ook aan moeten gaan werken, want ik, ik wist gewoon. Ook kende ik de term money mindset toen nog niet, ik wist dat het uh, ondernemen vanuit een tekort mij nooit zou dienen. Want dan heb je ook alleen maar gedachten dus vanuit een tekort. En dit is duur en dit kan niet en dit, uh, vreselijk, ik wilde zo gewoon niet zijn. En wat mij dus geholpen heeft toen is echt gaan kijken naar waar kan ik flink op besparen, maar ook welke kleine beetjes zorgen ervoor dat ik maandelijks behoorlijk wat overhoudt wat ik op een spaarrekening kan zetten. En wat, wat bij mij dus meteen vanaf het begin ervan gebeurd is, is dat die spaarrekening vanaf het moment één van mijn ondernemerschap steeds meer is gaan groeien en gaan groeien en gaan groeien. En wat er dan gebeurt, is dat je gaat verwachten dat je steeds meer geld hebt. Wat voor vibratie zend je dan uit naar het universum? Exact, een vibratie van overvloed en van er is altijd meer waar dat vandaan komt. Wat heeft geresulteerd dat ik vanaf moment 1 van mijn ondernemerschap altijd, ook al ben ik op 0,0 begonnen. En de eerste jaren ook echt wel gestruggeld heb, altijd alleen maar heb opgebouwd. Alleen maar meer op de rekening, meer op de rekening, meer op de rekening, meer op de rekening. En hoe het de meer je ziet, hoe het er meer overvloed je natural state of being gaat zijn. En hoeveel te meer dat je het voelt. En het te meer dat je het verwacht. En hoeveel te meer het dus ook je realiteit moet zijn. Want je vibratie is er één van overvloed. Omdat je alleen maar overvloed en meer en meer en meer ziet, fysiek, dan is het super simpel om naar dat fysieke stuk te kijken en het te voelen. Ik weet het, het is super lastig als je in een tekort zit om dan te gaan omdenken en te gaan omvoelen. I know, dat weet ik. Ik weet dat ook Abraham Hicks dit teacht en dat het allemaal kan, daar geloof ik ook in. Maar ik heb het gedaan. Het, het mindset stuk in combinatie met fysieke actie. En die fysieke actie zat hem voor mij in: waar kan ik op besparen zodat mijn spaarrekening groeit en ik alleen maar meer en meer ga zien, waardoor ik dat dus ook ga uitstralen, die vibratie ga uitzenden waardoor alleen maar meer geld naar me toe kan komen. Ik heb in mijn hele ondernemerschap vanaf moment 1 van start, en ik was 25 jaar, ik had helemaal niks. Vrij snel na mijn studie, ik had pas net een anderhalf jaar gewerkt, ben ik mijn bedrijf begonnen. Ik, ik had huur die ik moest betalen. En ik heb nooit, maar dan ook echt nooit in die hele periode, ooit een financieel probleem gehad. En ik wijd dat aan hele slimme keuzes maken. En ik geloof er ook in dat dat voor iedereen is weggelegd. Maar ik weet ook dat niet iedereen keuzes wil maken. En dat is ook oké, okay, want ik besprak dit wel eens... Uh, met een kennis van mij die altijd tekort heeft... en die ontzettend veel geld uitgeeft aan dure boodschappen. En ik weet nog dat ik daar vaker discussies mee had... dat ik echt zei, oh maar wat zonde van het geld. Je kan het toch veel beter... Nee, ik wil mezelf dit gunnen. Ik vind dat mezelf dit waard. Maar ondertussen bleef ze wel de hele tijd in het tekort hangen. En dat, nogmaals, ook dit, dit is geen oordeel, alleen zij vond dat ik mezelf te weinig gunde, terwijl dit voor mij super goed voelde mijn keuzes maken bij wat ik wilde bereiken, de manier waarop ik wilde leven. Ik wist, als ik dit nu zo doe, kom ik zo meteen in een situatie dat ik alles kan kopen en alles kan eten wat ik wil. En dat kan ik nu ook, en nog kies ik ervoor om dat niet te doen omdat het helemaal oké okay is. En als we gaan het eten, dan is het meestal simpel. En dat is niet omdat het zielig is om dat te willen besparen, maar omdat ik ook helemaal niet hou van die poespas. Ik ben helemaal niet zo. het doe maar lekker normaal. En als ze ergens lekker een pasta of een hamburger met frietjes of ergens. Vind ik super gezellig, oprecht. Veel leuker dan dat ik ergens een uh, chic drie gangen menu moet gaan eten. Daar hou ik helemaal niet van. Maar dat is persoonlijk. En wat ik hiermee weer duidelijk maak is dat. Jij mag gaan nadenken over wat kun jij doen, wat wil jij doen, wat heb je daarvoor over? Hoe zit jij als persoon in elkaar, zodat het voor jou super goed voelt en je ook daarnaast nog je spaarrekening continu laat groeien. Of je überhaupt je bank rekenen. Het hoeft niet je spaarrekening te zijn... Hè? want ik heb altijd alles in mijn bedrijf, uh, op mijn bedrijfsrekening laten staan. Maar dat je die continu ziet groeien... en dan kan het niet anders dan dat jij een vibratie van overvloed... en vanuit, van, van er is altijd meer dan genoeg en, en dan, het groeit continu... en ik trek meer geld aan. Dat kan niet anders, want het is je fysieke realiteit. En dan is het super makkelijk om die vibratie uit te zenden. Dan is het super makkelijk om die mindset, money mindset shift te maken. Dus wil je het praktisch, dit is wat voor mij gewerkt heeft. Ik ben ook echt heel benieuwd wat je nu denkt als luisteraar. Wat denk je nu? Denk je nu, ja, Kim, zo wil ik echt niet leven. Ja, doe je, dat ga ik echt niet doen. Dat is helemaal oké. Okay. Ik ben gewoon heel benieuwd. Misschien denk je wel, huh, oké. Okay. Dat is eigenlijk misschien best een goede tip. Al is het maar dat je een tientje of 20 euro per week op je boodschappen bespaart. Wat is dat per maand? Wat is dat per twee maanden? Wat is dat per drie maanden? Alleen al dat kleine beetje kan een wereld van verschil uitmaken. Ik heb naar mijn telefoonabonnement gekeken. Ik heb naar uh, investeringen, uh, uh, zakelijk, zeg maar. Allemaal programma's die ik, had, uh, die ik had lopen. Allemaal abonnementen. Daar ben ik naar gaan kijken. Wat heb ik nog nodig? Wat gebruik ik niet meer? En ik ben gewoon heel kritisch gaan kijken van wat heb ik echt nodig. En wat is, uh, wat is luxe op dit moment? En de luxe dingen ben ik allemaal weg gaan doen. En uh, basis overgehouden. Dus heel hard geknippeld op boodschappen. Maar ik ben echt niks tekort gekomen. Ik heb geen honger geleden. Absoluut niet. Ik ben gewoon slim boodschappen gaan doen. En. Heel eerlijk, zoals ik net al zei, dat doen we nu nog steeds. Ik kijk gewoon per week ook. Oh, oké, okay, dit is een aanbieding, dit is een aanbieding, die groenten zijn in de aanbieding. Oké, okay, dan koop ik die. Dus kijk wat ik hiermee kan maken. Ja, ik vind dat gewoon slim. Maar nogmaals, daar kan iedereen anders over nadenken. En dat is ook helemaal prima. Er is geen goede of fout. Maar voor ons, voor zijn vrienden en mij, maakt het dus wel dat we echt ontzettend veel gespaard hebben ondertussen. En dat geeft een heel erg fijn gevoel. En dat is persoonlijk, dat is een persoonlijk doel. Ik wil namelijk heel graag, uh, dat weten jullie, een huis kopen aan het water en dat voor een heel groot deel gewoon meteen afbetalen. Dat is mijn doel. Zodat ik nog maar heel weinig vaste lasten heb en je ook totaal geen druk hebt. En hè, waarschijnlijk, als we dat gedaan hebben, dan is er alweer een ander doel. En dat is ook prima, want ja, dat is, dat is prima. Je bent hier, je bent op aarde voor Joyful Expansion. Maar uh, ik vind dit heerlijk. En dit werkt echt voor mij. En dit maakt ook dat mijn mindset van overvloed alleen maar groter en groter en groter wordt. Want tot op de dag van vandaag groeit die spaarrekening nog steeds. Continu. Echt, ik, ik denk als je een paar kleine shifts maakt. dan kan dat zoveel uitmaken voor wat je kunt doen financieel. Dat meen ik serieus. Als je daar is heel erg serieus en. En diepgaan mee aan de slag gaat, dat je eens gaat kijken naar je uitgavenpatroon en wat er anders kan. En wat voor jou echt belangrijk is en welke zaken minder belangrijk zijn en waar je dus best wel wat op kan bezuinigen. En dat je dan eens gaat kijken wat voor gevoel het jou oplevert dat elke maand jouw bankrekening enorm groeit. Kun je je voorstellen wat dat doet met je gevoel? Misschien nogmaals denk je echt, ja Kim, je bent echt crazy, ik heb er helemaal niks mee, ik kan hier niks mee, zo wil ik het niet. Helemaal prima. Maar als er één iemand bij is die nu luistert en die denkt. Huh, dit is best interessant. Misschien moet ik dit eens gaan doen. Ik ga dit doen. En ik ga eens kijken wat dit me op gaat leveren. Ik kan me helemaal vinden in jouw denkwijze. En ik kan me ook helemaal voorstellen wat het gaat doen met mijn gevoel als ik die shift ga maken. Zou je dan alsjeblieft nu, als je dat voelt, mij dat willen laten weten. Wat deze aflevering met je deed, wat je gaat doen, en laat me ook vooral weten hoe het voor je uitpakt. Dat doe je me een enorm plezier mee. Als ik terugkrijg van jou, degene die luistert, dat je niet alleen luistert, maar dat je daadwerkelijk ook iets doet met de tips en adviezen en inspiratie die ik deel. Ik doe dit met liefde en het is heerlijk als ik dan terugkrijg dat iemand er wat aan heeft en dat hij een doorbraak ervaart en hè, dat het echt zoveel beter gaat. Of dat je ineens uit je comfortzone bent gegaan en dat je het gewoon gedaan hebt. Ik hoor van superveel ondernemers dat ze namelijk sturen. Oh Kim, door jouw podcast ben ik mijn eigen bedrijf gestart. Ik ben zo trots op mezelf. Ik ben je zo dankbaar voor alle energie. Ja, dat is toch fantastisch. Echt waar. Dat is fantastisch. Dus alsjeblieft, als je er helemaal niks mee hebt. Ook goede vrienden, even goede vrienden maakt helemaal niet uit. Er is geen goede fout. En we zijn allemaal anders. Maar als het wel met je resoneert, zou je me dat alsjeblieft willen laten weten. En niet alleen dat het met je resoneert, maar ik wil ook heel graag weten wat je gaat doen. Waartoe het je heeft geïnspireerd. Oké, okay, ik hoop echt, ik hoop echt heel veel berichtjes te ontvangen. Oké, okay. super, super dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei, doei!